Ja, het thema is magnetisme. Tegenstellingen, zeg maar. Wanneer werd je daar bewust van, zeg maar? Was dat al voordat je de plaat ging opnemen? Of kwam je erachter op een gegeven moment tijdens de opnames? Het was eigenlijk pas nadat de plaat was opgenomen. Dat ik dat zo... We zochten dan naar een titel voor de plaat. En als ik dan zo keek eigenlijk naar titels van nummers, teksten, dan leek dat op een of andere manier een heel logische keuze. Of dan merkte ik van zo zelf van, daar zit veel in over aantrekken, afstoten. Er zijn toch wel dingen die daar in iedere song of een aantal songs terugkomen. Dus dan leek dat wel een logische titel. Op die manier is het eigenlijk... Dus eigenlijk pas nadat alles er was en we de titels op een rijtje hadden, dat die titel van de plaat is gekomen. Maar schrijf jij autobiografisch? Dat is moeilijk om te beoordelen, vind ik. Omdat in zekere zin is alles wat je doet autobiografisch... Maar laat ik het dan zo zeggen, schrijf je over je eigen leven? In plaats van... Sommige dingen wel, maar nooit een heel confessionele, op heel confessionele manier of zo. Maar je put altijd uit ervaringen van je leven, vanuit je eigen leven. Je maakt daar dan iets van. Die ervaring is ook niet een objectief, dat is geen objectief iets of weet ik veel wat. Dat is een aantal indrukken en dat probeert je dan in een song weer te geven. Dat is niet meer noodzakelijk de realiteit zoals je die hebt meegemaakt. Nee, oké. En heb je dan voor jezelf, zeg maar, die aantrekking en afstoting? Ben je zelf ook zo'n duaal persoon, zeg maar? Verenig jij dat ook in je? Dat je de ene keer misschien iets heel graag wilt en de andere keer het gewoon wil afstoten? Of ben je zelf erin redelijk consistent? Dat is een moeilijke vraag. Nou, de grap is, zeg maar. Ja. Ik bedoel, je kwam nadat die plaat gemaakt was, kwam je achter dat thema. Zei dat ook iets over jezelf? Of was het gewoon puur toeval? Of kwam je erachter, hey, verrek? Ik bedoel, sloeg dat ook nog terug op jezelf? Of was het gewoon puur toeval nu voor deze plaat? Ik weet het niet. Ik denk dat iedereen wel in zekere mate zo ergens... Een beetje een dualiteit heeft van bedoel ik. Ik twijfel ook vaak over bepaalde zaken, zo van bijvoorbeeld, en daar kun je dat dan wel inzien, maar het is, ik had niet zo het idee van dit gaat over mij of over hoe ik ben. Mens hangt aan een van inconsequentie eigenlijk. Hè? Zo van de ene dag denk je dat, de andere dag denk je dat. Of je verandert van mening.